Ik geloof te vroeg alleen in mijn schaatsen en in de klok. De laatste jaren ga je ook eens kijken van joh, waarom loop je hier rond op aarde? En wat zou je eens voor anderen kunnen gaan betekenen? In plaats van steeds weer te kijken van ja, ik en de klok. Tot 5 jaar geleden beheerste die klok het leven van schaatser Marnix ten Kortenaar. Hij schopte het zelfs tot Olympische Spelen. In Nagano in 1998 werd hij 10e op de 5000 meter. Ik werd eigenlijk in schaatsen werd ik wel met enige regelmaat de schaatsprofessor of de student of weet ik wat genoemd. Terwijl ik juist in de studiewereld werd ik altijd schaatser genoemd. Dus ja, uiteindelijk voelde je nooit helemaal thuis, want je was altijd net een buitenbeentje. Maar dan wel een buitenbeentje met een technische knobbel. Zo ontwikkelde hij bijvoorbeeld een kunststofstrip waarmee schaatsers weer een paar seconden sneller konden schaatsen. Nu werkt hij voor de Technische Universiteit in Delft en voor zijn eigen bedrijf Dr. Ten aan nieuwe producten. Van energiezuinige batterijen tot sportvoeding. Nou, ik vind het belangrijk als je innoveert dat je eerst naar de mens kijkt. En dat je bij iedere vinding die je doet, dat je een verstandelijke, een sociale en een ethische as eroverheen gooit. Met andere woorden, je kijkt rationeel, is dit nieuw, is dit leuk, is dit gek, zijn we de eerste. Sociaal helpen we hier mensen mee. En ten derde, is dan het nieuwe wat we gaan introduceren en de wijze waarop we dat introduceren, is dat ethisch helemaal zuiver? Zo ja, dan gaan we naar de volgende stap toe en dan voel je er ook goed bij. Sinds Marnix niet meer professioneel schaatst, is hij een ander mens geworden. Sociaal-geestelijk heb ik echt nog wel een sprong gemaakt na het schaatsen. Ik geloof te vroeg alleen in mijn schaatsen en in de klok. De laatste jaren ga je ook eens kijken van joh, waarom loop je hier rond op aarde? En wat zou je eens voor anderen kunnen gaan betekenen? En daarom heeft Marnix zich verbonden aan de stichting Schaats je Wezenloos. Deze stichting zamelt geld in voor aidswezen in Afrika door met schoolkinderen in Nederland te gaan schaatsen. Ik heb toch ook wel ervaren dat, dat je als mens niet alleen maar hier bent om geld te verdienen en om alleen maar voor je eigen hachie te gaan en je eigen records. Maar dat het toch ook heel belangrijk is om voor je naast te zijn. En als dat een lezing is, is dat een lezing. Als het een schouderklopje is, is het een schouderklopje. En als het een chemische proef is, is het een chemische proef. En als je er een keer een rondje mee moet schaatsen op een ijsbaan, dan ga je een rondje schaatsen met die mensen. Dus dat is Marnix ten Kortenaar anno 2010.